woord. Vier letters. Werkel. Awesome. Vulgar. Ecstasy. Dit is Ray Radio.
dan dat deze music, please, voor de allereerste maal in. Sindsdien zijn we de sample tientallen keren tegengekomen. De Newbie Project heeft hem nogmaals van stal gehaald en een music, please, omheen geproduceerd. Een erg lekker Amerikaans product voor de donkerste house uurtjes. En begonnen de show deze week uit Amsterdam, hoorde Naomi Daniel, de hit van het ogenblik, Burning. Die verwarde natuurlijk met Burning van MK van enkele jaren geleden. Rechtstreeks vanuit de New Jersey Warehouse, dit is Hit Radio Veronica's Ray Radio Curry in the House. Dit is your Saturday Night Dance Sampler. Demolition.
action man en filmen in de hoofdrollen Wesley Snipes en Sylvester Stallone. Van deze film komt een original soundtrack uit. Daarvan is deze nieuwste Sting en vast een voorproefje. Overigens, de film is waanzinnig. En hebben ze meteen een van de hardste remixers van het ogenblik ingehuurd om deze popsong compleet te verneuken. DJ FX mocht zijn lust verbocht hier op de track. En heeft weer zijn gebruikelijke tribal recept uit de kast gehaald. En deze uitermate smaakvolle productie van gemaakt. I'm beautiful, damn it, I'm damn beautiful was de titel van de plaat welke je voorafgaande aan Demolition Man hoorde. Ook deze remix was van de hand van DJ FX. De groep Uncanny Alliance is voor zover ik het na kon gaan een nieuwe ster aan de danshemel. De groep brengt binnen een aantal weken een LP uit. Natuurlijk zullen daar in Rave Radio aandacht aan besteden. Voor degene die altijd luistert naar deze show, elke zaterdag tussen 7 en 8, exclusief bij Veronica op Radio 3. Jullie zijn vast wel bekend met de ritme van de liefde. Voor degene die nieuw zijn voor de show, The Beloved. Let's all rock to the rhythm of love. It's time that we started believing. We've all got a place in the world. So why can't we harness the feeling that lies deep inside of us all? Well, here comes the end of the century. Take me away.
Producer had ook nog een aantal eigen tracks op de plank liggen en heeft daar nu zijn Sounds of Essence EP mee gevuld. Zoals je zelf kon horen, een absolute must voor de DJ Case. Iemand die ook nog wel eens iets op de plank laat liggen is Mark Kinchum, beter bekend als MK. Weer zo'n remixer die naar artiest is getransformeerd. Iedereen kent nog wel zijn grootste hit tot nu toe, Burning. In ieder geval hoorde je van zijn hand als allereerste The Dub Project Volume 1. Okay, open up the floodgates, let your mind flow. It's Direct to Disc and Ray Radio. Thank you.
podcast Rave Radio met een multiple choice 12-inch. Gemaakt door Warren Rigg. Didn't I Love You Right is door een aantal mensen remixed. Ons eigen Ronnie en Roland Molendijk on the wheels of steel as always. Coast Ralph Rosario's mix uit. En juist omdat deze house producent van de eerste garde als niemand anders doorheeft wat house music in zijn meest elementaire vorm is. En een tip van ons, luister nooit naar het origineel van deze plaat. De kans dat je blijvend gehoorbeschadiging oploopt is levensgroot aanwezig, want het is echt compleet waardeloos. Is Morel's Groove part 4. We'll be right back.
Dit is de tweede plaat waar zij voor verantwoordelijk zijn. Zij komen uit Engeland en volgens de Hoes hebben ze een zeer sterke verbintenis met de Amerikaanse Indianen. Iets wat overigens uit de muziek absoluut niet blijkt. We gooien het bordje van twee met de laatste nieuwe van George Morrell. Deze volgens zijn visitekaartje Vice President van Strictly Rhythm Records. Heeft inmiddels deel 4 in zijn Morrell's Groove serie bewerkt. Draaide de track Bouncing Sacks, waar ook nog een sampletje van Prince in verwerkt zat. Luister nog steeds naar Radio Veronica's Rave Radio. Adam Curry on the mic, DJ Ronnie M on the wheels of steel with MK featuring Alana and Love Changes. I'm just
keer voor je draaide. Hetzelfde geldt voor Love Changes van MK featuring Alana de Plaatdok. Je hoorde Four Was I Here Before van Robert Owens. Luister naar Hit Radio Veronica's Rave Radio with Curry in the House. Stukje vinyl nieuw wat een jaar of drie geleden. Maar toen maandenlang een groot mysterie omheen heerste, waren een aantal van deze Monkey Was uit Engeland geïmporteerd en bij een aantal DJ's in de case beland. Die begonnen de plaat als gekken te draaien. Het resultaat is dat iedereen hem wel wilde hebben. And the rest is house history. Radical Rob with Monkey Was. Wat je achter elkaar hoort is Sil, Villa Ducato, Tribal Tricks en Feel the Vibe. En wat je nu al hoort is Pilo en Reach Out. Zoals altijd even degene bedanken wie het programma mogelijk maakte. Dr. J. Daalmeijer, Unico Glory, Flyer Service Update Fox. En natuurlijk onze eigen Ronnie M. Roland Molendijk en Ron Hofland. De Tinsel Town Studio in Rotterdam. De staff en management at Curico Limited in New Jersey. En everybody in the New Jersey warehouse. Volgende week zijn we weer tussen 7 en 8. Exclusief bij Hit Radio Veronica 3. Whatever you do, don't leave the house. Keep the vibe alive. Take care and I will see ya. Thank you.
Bye.